De Franse verdediging met de hoofdvariant vervolg. De Franse verdediging met E4, E6, D4, D5. De karakteristieke stelling. Ik was gebleven les 4 bij de hoofdvariant waarbij wit paars C3 speelt en zwart antwoordt met loper B4, de winnaar. Deze les een tweetal alternatieven voor zwart. De klassieke variant met paard F6 en de Rubenstein variant met D maal E4. We beginnen met de Rubenstein. Wit speelt dus paard C3. En zwart slaat de E-pion. Min of meer van mensen die een hekel hebben aan deze zet. Doorschuiven van de E-pion hebben we gezien. Vermeden dus door te slaan. Dat betekent wel dat wit een licht voordeel krijgt met een gecentraliseerd paard op E4. Hoe lost zwart dat op? Normaal eerst paard D7. Direct paard C6 betekent dat de dame druk moet slaan. En voorlopig staat de dame daar niet goed. Of met de G-pion. Dat wordt wel gespeeld. Nog een partij tussen Ivanov en Nakamura in 2006. We houden het even bij de normale zitten. Wit ontwikkelt het paard vanaf G1 naar F3. En hier dan wel de zet paard F6. Aanval dus op het paard. Normaal slaat wit direct. Paard slaat terug. En wat we hier zien is een synchrone stelling, behalve dan de twee centrumpionnen. Zwart heeft hier een E-pion die minder staat dan wits D-pion. En ook blijkt uit het eindspel dat een pionnenmeerderheid op de damevleugel makkelijker leidt tot een vrij pion dan een pion op de koningsvleugel. Wit heeft hier dus een voordeel, maar daar heeft zwart voor gekozen door de E-pion te slaan. Hoe gaat dat verder? Twee lijnen. Eerst loper D3, ontwikkelen. En dit hebben we meer gezien in de Franse verdediging, ook bij de doorschrijfvariant C5, aanval op de D-pion. Slaan, dat betekent een goede loper op C5, doen we niet. Loper E3. Ontwikkeling van de loper van de zwarte velden voor wit. Ook verdedigen van de D-pion. Dus eigenlijk meer om lange rokade voor te bereiden. Dame naar C7 ontwikkelen. Dame ontwikkelt naar E2 en uiteindelijk kan wit lang rokeren. Nadat zwart eerst loper E7 heeft gespeeld en wil dus kort rokeren. Wit rokeert lang en zwart rokeert kort. Verder. D slaat C. En de B-pion vangt de C-pion op. En zwart hoeft niet zo bang te zijn dat de pion slaat, want na de A-pion terug te hebben geslagen, krijgen we hier een open lijn met de dame. En die B-pion die kan verder doorlopen. Gevaarlijke aanval ontstaat er dan voor zwart op de koning voor wit. Zo gaat het ongeveer. Een andere mogelijkheid is, in plaats van loper E3, rokeren. Kort rokeren dus. Zwart slaat nu de D-pion. Paard slaat terug. Niet terugslaan met de dame, want dan krijgen we een aftrekaanval. Schaak. En de dame staat ongedekt. Verlies van de dame. Dus niet goed. Eerst in deze variant is het loper C5. Aanval op het paard. Paard gaat terug. En zwart rokeert kort. Dame naar de E-lijn. B6. Loper ontwikkeld. En de zwarte loper ontwikkelt naar B7. Is allemaal goed. Toren naar een open lijn. Valt indirect de dame aan. Die dame moet weg vanwege opnieuw een aftrekaanvalletje. Ja, en hier kan zwart kiezen door hier naartoe te gaan. Of het paard blijven dekken. Het paard blijven dekken, want die dreigt te worden geslagen door de loper. En dan zal de G-pion terug moeten slaan. Algemeen is toch dame C7 staat er actiever dan hier. Dat is een andere weg. De loper slaat, pion slaat terug. En zo gaat het ongeveer verder. Met proberen voor zwart de D-lijn in handen te krijgen. Koning kan hier naartoe, want wit heeft toch geen loper meer van de zwarte velden. Zo gaat dat dus. In deze variant nog even terug naar de zet C3. Dus niet loper D3, maar C3. Klein zetje. Staat bekend als degelijker. Voor wit. Aanval opnieuw op de D-pion. C5 normaal. Paard gaat nu naar E5 en valt aan.
C slaat D. En schaak. Loperplaats tussen. Die slaan we met het paard. Paard slaat terug. En de dame slaat de D-pion terug. En zo zien we dat Witty toch weer beter staat met iets betere ontwikkeling. En nogmaals, die pionnenmeerderheid op de damevleugel, die kan leiden tot een beter eindspel. Tot zover de Rubenstein variant. We gaan naar de klassieke variant. De klassieke variant is opnieuw bekend. E4, E6, D4, D5, paard, C3 en vervolgens. Ik heb dus laten zien loper B4, de Winhour en de Rubenstein. D slaat E, nu paard F6. Dat betekent wel dat deze pion kan doorschuiven. Normaal is eerst met de loper het paard pinnen. Nu moet de zwart iets doen, want als nu inderdaad de pion doorschuift, staat het paard gepind. Tussenplaatsen, penning opgegeven door een loper E7. Inderdaad, E5, waren we bang voor. Paard gaat weg. En de loper slaat eigenlijk de goede loper voor wit. Dat is een nadeel voor zwart een beetje. De loper van de zwarte velden, want dit zorgenkindje kennen we. De loper op C8. Wit slaat de goede loper voor zwart. Verder. F4. Of paard B5. Eerst even naar paard B5. Hoe gaat het verder? Paard vanaf D7 naar B6. Ja. Keten versterken. De A-pion jaagt het paard weg. Paard gaat naar E3. Staat er natuurlijk niet optimaal. Zal naar C2 moeten. Nogmaals. Zien we bijna altijd in het Frans aanval op de D-pion met C5. Paard gaat weg. En hier ontwikkelt dan iets wat we nog niet gezien hebben. Hier in de hoofdvariant, paard C6, krijgen we opnieuw zo'n aanval op de D-pion. Verder, F4 is normaal. Dit is minder actief. We spelen F4. Versterking van E5. Zwart rokeert, paard F3 krijgen we dan achteraan voor wit. En hier dan de aanval op de keten met F6. Zo gaat dat verder. Dat was dus paard deze zet. Dus niet deze zet, maar paard B5. We gaan naar de andere zet, dat is F4. Is eigenlijk gebruikelijk, direct F4. Zwart rokeert, paard F3 normaal. Opnieuw aanval op het centrum met C5. Ja, en als nu paard B5 speelt, wit, dan lijkt het erop als dit paard, dat dit paard een goed veld krijgt. Een sterk veld noemen we dit. Wordt niet beheerst door een pion voor zwart. Wel met een eigen pion. Een sterk veld. Dat lijkt zo, maar wit heeft een antwoord. Of zwart heeft een antwoord, pardon. Met F6. C3. Hebben we eerder gezien. F slaat E. F slaat E. C slaat D. En C slaat D. Gesloten centrum. Normaal bij het Frans. Meestal. En nu dan een sleutelzet. De toren offert voor het paard. Wat krijgen we verder? We zien dan uiteindelijk dat deze pionnen hangen. Dame slaat terug. En schaak met aanval op de E-pion. Dame plaatst tussen. Dame rel, koning slaat, paard slaat de D-pion. Paard slaat er nog de loper, want komt hij na deze zet te hebben geslagen zwak te staan. De pion te hebben geslagen. Toren slaat terug. Hier verdedigt de toren dan nog de E-pion, maar dat is tevergeefs, want hier hebben we een dubbele aanval. Of een tweevoudige aanval. En zo heeft zwart een betere stelling met twee centrale pionnen. Met een kwaliteit offer. We gaan terug naar een andere zet dan paard B5. Om het compleet te maken, dus niet dit. Maar een simpele zet als D2. Paard ontwikkelt naar C6. D slaat E. Paard slaat de C-pion. Wit rokeert lang. A6.
Nu wel ter voorkoming van paars B5 voor wit. Loper ontwikkeld. En nu zien we uiteindelijk wat de bedoeling is van deze zetten. Deze loper moet een veld krijgen. Een keer. Ja, de loper gaat hier naartoe. Maar we moeten niet met het paard slaan. Dit is namelijk een heel goed stuk voor zwart. Paard laten we daar staan. De koning gaat naar de B-lijn, staat daar iets veiliger. En hier zien we dan waar het over gaat. De B-pion avanceert. Paard moet weg. Moet eigenlijk toch weg om hier te gaan verdedigen. Gaat om dit veld dan. En de A-pion schuift door. En dan zien we, na paarden te hebben gereld, nog een paard. De loper naar de A-lijn. Wil deze loper afruilen. Dan doen we dus torenslag terug. En hier zal wit verder een koningsaanval gaan uitvoeren. Maar dat gaat zwart aan de andere kant doen, op de damesvleugel. Zo gaat het ongeveer verder. We zien hier ver opgerukte pionnen, die zijn gevaarlijk. Met de toren en de dame uiteindelijk. En het paard. Het paard staat hier goed. En zo gaat het ongeveer verder. Ja, nu heeft wit toch wel een beetje een benauwde stelling. Ten opzichte van zwart die hier toch wel degelijk staat met de koning. Tot zover de Rubinstein en de klassieke variant in het Frans. We gaan verder met een andere variant, de Tarrasch.